Oh mein Gott! Oh, stop! Op zo'n veld kunnen wij toch niet voetballen, hè, mannen? Wij willen een ander veld. Ja. Hey, we stoppen ermee. Kom, dus we gaan weg. Kom. We gaan stoppen ermee. Kom, hè. We zijn weg. Moeten zien op broek. Ja, kom. Toen ik hier aankwam op de Hagewinde, heb ik naar dat veld gekeken. Hebben jullie dit gezien? Er staat geen gras op. Er liggen her en der stenen en is het vol met putten. Voor veel van deze jongeren is voetbal een passie. Ze voetballen om zelfvertrouwen te winnen. Om even hun dagelijkse zorgen opzij te zetten. Maar op dit veld, patattenveld, daar zal dat heel moeilijk zijn. En zal het plezier een frustratie worden. Op Sporting Lokeren zitten heel veel jongeren met veel talent. Die kunnen altijd spelen op kunstgras. Waarom zouden deze kinderen ook niet dat stukje kunnen meekrijgen en genieten van voetbal op een degelijk veld? Beste bedrijfsmensen, ik wil jullie toch vragen zorgvuldig te overwegen om deze kinderen van Hagewinde te helpen. Ik hoop dat ze op jullie kunnen rekenen. Ik wil dit project echt steunen, maar dat kan ik niet alleen. Daar heb ik jullie voor nodig.